Ik dacht, ik ga wat thee maken. Cause I got some tea spilled. So funny. Oeh, weet je wat ik nog wel wil? Dan voel ik me echt volwassen. Als ik een theedoos heb met echt heel veel verschillende soorten thee. Dus als mensen bij mij op visite komen, komt hier echt nooit iemand. Letterlijk nooit. Nu al helemaal niet meer. Ja. Zo fun! Maar gelukkig heb ik jullie nog. Mijn leven is de afgelopen 3 maanden echt insane veranderd. Maar echt. Mijn tv die gaat soms uit het niets aan. Samsung TV krijg ik dan. Niemand is geïnteresseerd in Samsung TV. Ik voel me ook anders. Maar ik voel me goed. Op een goede manier is alles veranderd. Eigenlijk. Nou, whatever. Wisten jullie nog in 2021? Toen maakte ik echt zielige filmpjes. Want het leven zat niet mee. In mijn hoofd zat het allemaal niet mee. It's a mindset, baby. Oh, ik word gebeld. Hi! What's up? Hi, how are you? I'm good, and you? I'm good. Yeah, I'm good. I'm feeling great. Congratulations on the win. Thank you. Thank you. She is a fighter now. Bam, bam. Oké, dat was een videograaf uit Zuid-Afrika voor mijn surfkamp. We gaan door. Ik heb mijn thee. Cause I got some tea to spill. Oké, andere YouTubers hebben meestal echt een superleuke achtergrond, maar jullie willen momenteel niet echt mijn huis zien. Scream is break-up. Oké, nee, maar ik ben wel echt bezig met mijn huis. Mijn huis wordt echt met de dag beter, maar ik heb vandaag de hele dag opgeruimd, gisteren ook. En ik kom maar. Live update. Ik wil beginnen met iets leuks, oké? Ik wil beginnen met iets goeds. Ik ben gestopt met mijn ADHD-medicatie. Nee, wacht. Daar gaan we later over hebben. We gaan het gewoon hebben over mijn break-up. Het is uit met mijn vriend. Na 2 jaar. Dat wisten jullie niet, want ik had hem niet al gelijk gepost. Maar na 2 jaar. Waarom? Dus thuis. Ik ben heel persoonlijk online. En ik deel alles wat over mij gaat. Maar ik vind het met relaties altijd een beetje tricky. Wat ik dan wel online kan delen en wat ik niet online kan delen. Omdat het is ook zijn leven. Zijn vrienden, zijn familie. Ik zie deze video waarschijnlijk toch terug. En het was geen heftige Hollywood break-up. We zijn goed samen uit elkaar gegaan. Weet je wat ik ook heel leuk vond aan mijn ex? Was ook zijn familie en zijn levensstijl. Zo leuk, zo gezellig. Kijk mijn nieuwe waterfles. Ik heb een soort van obsessie met waterflessen. Elke maand koop ik wel een nieuwe waterfles voor mezelf. Waarom heb ik deze grote oorringen in? Dat is random. Ik heb nog iets ergs gedaan. Kijk mijn lippen. Dit is geen lippenstift. Waarom heb ik dit gedaan? Ik zag op TikTok iets van een lipblush. Dus ik wilde dat ook proberen. Ik vind het niet zo mooi. Maar als het goed is, wordt het minder. En ik hoop het wel. Oké, whatever. Te zijn ben ik mezelf kwijtgeraakt in de relatie. Omdat ik er voor het gemak in bleef hangen. Nou ja, op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. En besloten we om als vrienden verder te gaan. Ik merk dat ik in de video er heel luchtig over praat. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom. Het is nu de volgende dag en ik ga het mijn haar doen. Ja, klaarmaken voor de dag. Zodat ik niet per se echt iets ga doen. Behalve deze video opnemen en deze video editen. Ik wil eigenlijk deze video weer morgen uploaden. Want ik wil wat meer. Ik wil weer een beetje meer een band met jullie opbouwen. En de laatste tijd echt helemaal into worship muziek. Ik had dus heel veel zin in verse sinaasappelsap van Albert Heijn. Dit pak is van Obi. De laatste tijd heb ik iets met de kleur paars. Ik weet niet zo goed waar die obsessie vandaan komt. Mijn wedstrijd tenue is ook in het paars. Ik weet het. I don't know. Thee. We hebben thee nodig. Oké. Er gaan zo trouwens in Sporthallen Zuid een paar mensen van mijn sportschool vechten. Dus ik wil even kijken, denk ik.
Nog even over de break-up. Er zijn drie dingen die me heel erg hebben geholpen tijdens de break-up. Als eerst heb ik in mijn dagboek 10 redenen opgeschreven waarom het uit is tussen ons. Elke keer als ik dan twijfelde of het wel de juiste beslissing was, haalde ik dat erbij. En las ik het hardop voor mezelf. En dat hielp heel erg. In het begin vond ik het heel lastig dat ik heel veel alleen was. Nog steeds wel een beetje, maar in het begin vond ik dat heel lastig. Dus dan ging ik bij mijn ouders slapen. Of dan kwamen de vriendinnen hier bij mij slapen. En ik liet mezelf ook gewoon even zielig zijn. Ik denk dat ik echt 4 dagen lang echt een Marvel marathon met mezelf heb gehouden. Ik ben begonnen aan Lord of the Rings met een vriend van me. Ja, afleiding is ook fijn. Nu ben ik een beetje klaar met het zielig zijn. Dus ik wil nu ook wel echt even mijn leven weer oppakken. En dus ook echt vooral mijn huis. Maar goed, er zijn nog een paar andere dingen die ik ook wil bespreken. Zoals dat ik ben gestopt met mijn ADHD-medicatie. Na 7 jaar lang elke dag Ritalin slikken. En ik ben zo trots op mezelf. En ik wilde al heel lang stoppen, maar het lukte niet. Omdat je wordt zo afhankelijk van medicatie. Als ik nog geen Ritalin op had, dan voelde ik me veel te druk. Gewoon heel chaotisch in mijn hoofd. Dat ik mezelf ook nergens aan toe kon zetten. Nou, kort samengevat. Omdat ik zo keihard trainen naar 1 wedstrijd toe, had ik voor 3 maanden eigenlijk maar 1 doel. Dat was gewoon elke dag trainen, gezond eten en slapen. En stretchen of zo, whatever. Dus die focus die ik dan kreeg van Ritalin, die was dus niet meer echt van toepassing. Dus eigenlijk beetje bij beetje ging ik onbewust steeds minder gebruiken. Toen uiteindelijk was mijn medicatie op. En dan moet ik dus eigenlijk bijbestellen. En ik bestelde gewoon niet meer bij. Ik dacht, het is goed zo. Ja. En ik denk dat ik nu de laatste tijd ook zo gelukkig ben. Omdat ik het gevoel heb dat ik nu echt gewoon weer, ik kan het eindelijk gewoon weer mezelf zijn. Ik heb het gevoel dat ik heel lang, ja, de echte Rage heb onderdrukt door middel van medicatie. Omdat je wordt heel vlak van de medicatie. Ik kreeg er ook best veel depressieve klachten van. Dus ja, het feels good. Het feels very, very good. En daarnaast, ik heb een wedstrijd, jongens. En ik heb een wedstrijd gevochten. I did it. Ik heb zo keihard gewerkt. En I did it. Ik ben zo blij. Thailand was ook zo leuk. En ik heb zulke leuke mensen ontmoet. En ik heb mijn rijbewijs deze maand gehaald. Dus ik kan eindelijk rijden. Ik heb ook echt 3 weken gehaald. Ik ging alle lessen in 1 keer doen. Dat sloeg echt nergens op. Mijn surftrips zijn allemaal uitverkocht. We zijn nu al bezig met nieuwe surftrips al inplannen. En life is good. Ik ben me meer gaan verdiepen in het christendom. Ik ga morgen naar een nieuwe kerk in Amsterdam. Ja, that's my life update. Ik word heel emotioneel van hem. Ja, gewoon huilen. Er staat ook in de Bijbel dat, als ik nu helemaal weer verdiep in het christendom, dat God de tranen van de mens bewaart. En dat elke traan ook anders is. Dus een vreugdetraan is anders dan een traan uit verdriet. En dit zijn vreugdetranen. Ja. Ik heb heel lang een coach gehad in therapie. Oh, dat heb ik ook nog niet verteld. Ik heb mijn laatste therapiesessie gehad. Ik heb heel lang in therapie gezeten. Zo, ga ik dit nu ook online zeggen? Ja, nou ja. Eind 2021 ben ik gediagnosticeerd met een depressie. Ja, jullie weten dat, ja, of niet. In 2018 heb ik problemen gehad met een eetstoornis. Vanaf mijn 16e ben ik ook begonnen aan ADHD-medicatie. Ik wil niet zeggen dat dat de oorzaak is van de eetstoornis en de depressie, maar dat heeft zeker een hele grote invloed gehad. Want de medicatie zorgde ervoor dat ik mezelf ook veel meer wilde afzonderen. Dus ja, ik ben trots op mezelf. Weet je wat ook leuk is? Dat wanneer je voelt dat je veranderd bent, er ook hele andere mensen op je pad komen. Ik ben ook echt wel benieuwd naar morgen in de kerk. Ik hoop wel dat een beetje leuke mensen zijn. Amsterdam City Church, ja. Echt wel zin om me meer te verdiepen in het geloof. Weet je ook waarom? Ik voelde me dus heel alleen na de break-up. Toen dacht ik ook bij mezelf, helemaal Rage. Dit heb je echt vanuit huis uit altijd meegekregen. Dat is dat je nooit alleen bent. Je bent nooit alleen. God is altijd met jou. En heel veel teksten en heel veel wijze woorden die staan in van die motivational en ontwikkelingsboeken. Staan ook allemaal in de Bijbel. Oké. Okay. I'm single. Op mijn Instagram had ik ook gevraagd of jullie nog wat vragen hadden voor mij. Maar eigenlijk gingen alle vragen bijna over de break-up. Dus ik denk dat mensen misschien wat meest geïnteresseerd zijn in andermans liefdesleven. Maar ja, ik zie mezelf nu momenteel echt niet met iemand anders. What the fuck is dat voor blik? Nah, girl. Girl, I don't know what you're thinking. Maar vergeet het maar heel snel. What the fuck? Ik kan me dat helemaal niet meer herinneren.
Dit is heel raar. Het is nu al bijna 2 maanden uit met mijn vriend. Met mijn ex. Ja. Ik zit dus op break-up TikTok. Dus ik maak nu alleen maar break-up TikToks. I'm single. Did you fall out of love? Het filmpje van mijn kickbox journey. Nou ja, journey. Zeg maar, er komt nog een kleine mini-docu van mijn kickboxwedstrijd. Maar ik heb dus een ander filmpje geëdit. Ik laat het nu al even zien. Ja, dit is ook mijn voelen na de overwinning, zeg maar. Oh, het is zo'n mooi filmpje. Kijk, die mensen allemaal. I did it. Ik loop echt al 2 jaar te zeggen, ja, ik wil vechten, maar ik durfde het telkens niet. En dan doe je het gewoon en dat is zo'n fijn gevoel. Ik ga het denk ik maandag posten. Als ik het maandag post, wil ik al jullie support. Wat voor smiley zullen we afspreken? Een super enthousiaste comment met een paarse emoji. Ik heb het al gepost. Maar jullie kunnen altijd nog steeds mij supporten op Instagram. Maar daar ben ik wel up-to-date. Okay, so, first question. Hoe vond je het gevecht? Ga je me... Ik irriteer aan mijn stem. Ik weet niet waarom ik zo praat. Maar de vraag was hoe ik mijn gevecht vond. Ja, het gevecht zelf? Ik kan me er bijna niks meer van herinneren. Het werd echt helemaal zwart voor mijn ogen. En ik ging gewoon. Het voelde een beetje alsof ik in een videospel zat. Maar ik wist niet welke knopjes ik moest gebruiken. Ik deed maar wat. Zo voelde het. En helemaal buiten adem. Na 20 seconden was ik al op. Hoe is het afgelopen met je wenkbrauwtattoo? Oh ja, in Thailand liet ik mijn wenkbrauwen... Ja, had ik per ongeluk een soort van een wenkbrauwtattoo genomen, maar het is weggevaagd. Dus daar ben ik heel blij mee. What is your next life goal? My next life goal is een georganiseerd huis. Mijn surfkampen. En ik wil nog samen... Ik wil heel graag samenwerken met een goed doel wat zich specialiseert in de mentale gezondheid voor jongeren. Hoe is je relatie met God nu? It's good. For best friends. Hoe ziet je trainingsweek er nu uit? I don't know. Ik zit nu een beetje... Het is een beetje vaag. Omdat ik weet dat ik over 1,5 week alweer vertrek naar Zuid-Afrika. Dus ik denk dat ik 3 keer per week krachttraining doe. En de rest van de dagen kickbox ik. En dan... Ja, dat is een beetje hoe ik nu train. 3 keer kickboxen, 3 keer krachttraining. Dat is hoe ik nu even train. Dat is niet waar. Kickbox wel 5 keer in de week. Maar ja. Je vertelde dat je het moeilijk vond om je gewicht toe te halen. Voor de wedstrijd moest ik dus... mijn gewicht in de gaten houden. Ja, dat was wel weer even een uitdaging. Maar ik ben echt heel blij dat ik die uitdaging ook ben aangegaan. Want ja, het is ook logisch dat je voor zo'n wedstrijd moet weten hoeveel je weegt. En dat heeft niks te maken met hoe je eruit ziet. Ik vond het lastig, maar ik ben er wel sterker uitgekomen. Die wedstrijd heeft me alleen maar goede dingen gedaan. Mannen afgezworen of niet? Dat is grappig. Vind je het jammer dat je weinig YouTube hebt kunnen doen? Ja. Ik voel me wel het closeste met jullie. Door middel van YouTube. Maar ik doe wat ik kan. Hoe ben je de sterke vrouw geworden die je nu bent? Niet dat ik nu mezelf een hele sterke vrouw wil noemen, maar... Ja, ik vind wel dat ik sterke vrouw ben. Ik kwam weer met een heel raar antwoord. Ik denk dat het zo lijkt, omdat ik simpelweg gewoon doe wat ik leuk vind om te doen. Accepteer mezelf zoals ik ben. En ik ben vooral trots als ik als vrouw gewoon mijn eigen weg kan gaan. Ben je tevreden met waar je nu staat? Ja. Ik ben heel tevreden waar ik nu sta. Ja. Vorig jaar vond ik dat nog best wel lastig. Toen kon ik dat ook echt niet zeggen. Want ik had het gevoel dat het alleen maar beter kon. Maar nu? Ik ben gewoon heel trots op mezelf. Ja. En als ik meer wil, dan kan ik daarvoor werken. Dan krijg ik ook meer. Ik vond dit weer een hele mooie video. Er komen nog wat video's aan, jongens. Stay tuned. Big news soon. Bye. Love you guys. Kom maar naar voren met jullie voorhoofd. Is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow.